Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, de mais gaat eraf hier. Er is een veld bij mij om de hoek. Ik heb hier de hele winter, herfst en voorjaar gezocht. Eerst onder de aardappels, in de winter gras. En in het voorjaar is er weer mais opgekomen. Dus van gras naar mais is er een keer geploegd. Voor mijn gevoel was het helemaal leeg gezocht. Ja, kunnen hier straks weer terecht. En ben benieuwd wat we nog weer gaan vinden. En dat zie je zo meteen terug in de volgende video. En het eerste puntje is binnen. Flinterdun, piepklein. Geen idee wat het is. Ik denk, eerst eens dacht ik halve Willems zijn, maar volgens mij niet. Maar wat het wel is, geen idee. Nou, het eerste duitje, Hollandia, 1754. Redelijk goed leesbaar. Niet of jullie hem kunnen zien, maar het leeuwtje ook goed te zien. Op naar de volgende en hopelijk zilver. En muntje nummer 3, leeuwencentje. Uit 1800 nog. Gaat lekker. Volgende vondst zit een mooi knopje. Je kunt hier aan het pinnetje zien geribbeld. Je moet echt een hout geduwd geweest zijn dat het goed vast bleef zitten. Leuk ding. Op naar de volgende. En muntje 4 is weer een of andere duit. Helemaal verkleurd. Geen idee wat het precies is. En de volgende vondst is een heel klein vierkant gespje. Ik denk niet zo heel erg oud, maar grappig ding. En nog een gespje. Als het goed is, is die uit het gaatje. Ah, muntje. Oh, zilver. Yes, yes, yes. Even oppoetsen, momentje. Haha. Nou, lekker weer. Zilveren duppie, voor zover ik nu kan zien, 1909. Andere kant. Waar ben je, Wilhelmina? Nou, helaas nog steeds geen duppie of kwartje uit de 1800, maar... Misschien brengt de dag nog meer moois. In ieder geval weer blij met deze. Op naar de volgende. Hier moet hij in zitten. We gaan even kijken. Ik. Maar vingerhoedje. Glimt een beetje, maar denk aluminium. Ik ga hem nog even beter schoonmaken. Nou, en ik weer een muntje. 1 cent, leeuwencent. Ziet er redelijk scherp uit. Ja, dat had nog wel moeilijk te lezen. Ik denk 1903. Op naar de volgende. En de volgende vondst is dit haakje, schroefdraad nog zichtbaar. Nou, we hebben er weer een duit. Is nu nog niet leesbaar wat het is. Maar hij is nog redelijk dik, dus misschien dat na een beetje schoonmaakwerk nog duidelijk kunnen krijgen wat het is. Op naar de volgende. En nog een cent uit het gulden tijdperk. Ik kan nog niet zien welk jaar het al, maar. En een mooie leeuwencent erbij. En de volgende vondst is weer zo'n leuk knopje. Lekker zwaar. Op naar de volgende. En een leeuwencent. Nou, het is echt ongelooflijk de laatste tijd hoeveel zilver ik vind. Het hele voorjaar niks en de hele zomer is het bingo. Weer een zilveren dubbeltje, 1928.
Ja, ik heb er inmiddels aardig veel en ik hoop nu toch wel een keer eentje met koning Willem erop te vinden. Dat is 1800. Maar goed, blijft een mooie zilveren duppie. Ik ga hem straks oppoetsen, zie hem terug en op naar de volgende. En een vrij kale duit. Niet meer leesbaar helaas. En een loodje. Volgende signaaltje. Moet nog in het gaatje zitten. Klonk lekker, dus ben benieuwd. Oh, yes, een munt. Wat is dit dan? Ja, een dikke joekel. Glimt ook nog een beetje. Wat is dit nou? Wat is dit? Dat is groot als een 2,5 Willem, of leeuwenzend, maar. Hij glimt. Jongens, ik ga het even schoonmaken. Moment. Jongens, gewoon een hele dikke vette zilveren munt. Schildje, rondje. Hier zie ik nog kolom. Hier nog wat randtekst. Beide kant van het schildje, denk een jato, maar ik kan hem slecht lezen. Aan de andere kant kan ik nog niks van maken, maar. Ik denk dat dit echt een hele vette munt is. Thuis even wat onderzoek doen, jongens, maar yes, yes, yes. Op naar de volgende. Wat het is? Volgende muntje, ik denk een halve Willemscent. Geen metaal, maar wel een mooi stukje aardewerk. Ja, het is een stukje van een duit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou, ik volg het niet van dichtbij, maar West-Frisia. Die vind ik hier in Twente niet zoveel. Die haalt al helaas eraf, maar leuke munt weer. Musketkogel. Volgende muntje, halve Willemscent. 1867. En een duitje, waarschijnlijk stad Utrecht. Ja, dat kan ik nog niet lezen. En weer een mooi leesbare duit. Stad Utrecht, 1788. En oude bel. Bel of bel, geen idee. Lag aan de oppervlakte.